De meteorologische dienst Suriname had vanaf het vorig jaar aangegeven dat de landen in de regio dit jaar een El Niño-jaar ingaan. Dit betekent dat er minder neerslag zal vallen in Suriname en de rest van de regio. Meteoroloog Dwight Samuel zegt dat de samenleving niet vreemd moet opkijken als ze horen minder neerslag, maar het plotseling dan begint te regenen. Een El Niño-jaar wil zeggen veel minder neerslag. En dat heeft zich ook voorgedaan de afgelopen dagen. Maar wat je wel hebt, en dat is de afgelopen 2 dagen, is dat er wel vochtigheid is in de lucht. En op een gegeven moment, ik wil ook niet te diep met technische termen zijn, maar er is een bepaalde laag die men noemt, de inversielaag, die je dus in de lucht krijgt, waardoor die vochtigheid zich daar gaat ophopen. Dan krijg je heel veel bewolking en heel veel bewolking krijg je neerslag. En in feite hebben we dat gehad de afgelopen 2 dagen in feite. Dus niet onverwachts, want die verwachting was er wel dat we neerslag zouden krijgen. Ja, en kunnen we in de komende periode meer een regen verwachten? Niet direct. De verwachting is dat de kans er wel blijft, de komende dagen, morgen misschien nog. Maar niet zozeer voor het kustgebied, als ik het precies heb, maar wel in het binnenland. Laat zeggen, de komende 2 dagen, daarna moet hij wel gaan afnemen. Maar het zal net een op en neer dingen zijn. Een keer is de kans ietsje groter, dan weer ietsje kleiner. Samuel legt verder uit wat de gevolgen voor Suriname kunnen zijn in dit El Niño-jaar. Er is namelijk een verschil tussen La Niña, waar het heel veel regent, en El Niño, waar het iets langer droog blijft, aldus Samuel. Natuurlijk, minder neerslag zal leiden tot droogte. Met directe gevolgen natuurlijk voor de landbouw. Een van de eerste dingen die we zien. Uiteindelijk hebben we ook gezien dat de rivieren zijn gaan opdrogen. Eigenlijk begon dat ergens vorig jaar ook al. Toen hebben we weer een beetje neerslag gehad en nu weer. Dus dat zijn in feite de grootste dingen. Waterbronnen zullen natuurlijk opraken. We hebben gemerkt dat in de meren, Stuwmeer, Bigipang, een beetje dus minder water hebben. Dus dat zijn dan de directe gevolgen. Wat je daarna dus krijgt is die droogte. Die extra droogte. We hebben ook, het was ook best wel warm de afgelopen dagen. Dat is ook omdat je minder bewolking hebt, is dus ook een van de dingen. Minder bewolking, de zon krijgt dus vrij toegang om op je te schijnen, om het zo te noemen. En die droogte, die hebben we. En een van de dingen waarvan we heel veel last hebben gehad voordat het heeft geregend, is natuurlijk die vele bosbranden. De verschillende bosbranden die zich hebben voorgedaan zijn direct en indirect een gevolg van El Niño. De meteoroloog drukte de samenleving op het hart erop te letten dat er niet zomaar vuil wordt verbrand, omdat het al extreem droog is.